hele goede morgen. Welkom terug, welkom in Waalwijk. We zijn hier vandaag met de BMW M2. Maar we hebben mooi nieuws, de Audi Q8, die is klaar. Ho, yes! En voordat we snel naar de Audi Q8, denk ik dat het stiekem wel grappig is om de M2 heel even te laten zien. Op de originele wielen, want zo hebben jullie hem nog niet gezien. Hij is wel redelijk laag, zeg maar. We zijn in de vorige video, video nummer 3 met de Audi Q8, hebben we natuurlijk de auto weer op proberen te bouwen. Daar hebben we hem niet helemaal laten zien, maar alles zit erop. Alles ziet er super uit en met deze graag het resultaat. Marto, where are you from? Hungary. Hungary, good, very good. And today we are going to calibrate the Audi Q8 while driving, isn't it? Yes. Good, any expectations for this one or? Should be easy peasy. Easy peasy, and why is that? We've done this before. Done this before, good. Good to know. Zoals jullie dus hebben gezien, we hebben de auto helemaal weer in topconditie. Maar nu is er natuurlijk de vraag, werken ook alle systemen weer goed? Want in de bumper, zoals jullie hebben gezien, hebben we een hoop systemen die aangepast, ingevuld moeten worden, gecalibreerd moeten worden. En natuurlijk de vraag, hebben we alles op de juiste manier aangesloten? Dus ik heb hier de computer. Why do I have a computer in front of me? We're gonna calibrate to the computer. Okay, good. And so what's the computer going to tell me? What's he testing currently? We're gonna do the radar calibration, the dynamic functions. Okay, good. And it should take about 10 minutes. And how many things do we have to calibrate? For now only the radar. The radar. And the radar does work with its adaptive cruise control, I think. Yep. The automatic braking. Yep. Anything else? All of these, yeah. All of these, good. Zo, so, yet again, we zijn onderweg. We zijn net bij Van Mossel Waalwijk weggereden. En watching the computer, what does it have to say? It's gonna do everything automatically, but okay, when good. It's done, it should light up green, usually. Okay, good. So it's now just driving and waiting. Yeah. As easy as it is. Yeah. Okay, nou ja, zo moeilijk het dus allemaal was om weer in elkaar te krijgen, zo makkelijk is dit dus. Ja, automatisch kalibreren. We hebben deze denk ik in de OBD-poort, als ik het zo goed zie. You put the cable into the OBD of the car. Ja. Ja, dus nu is het eigenlijk gewoon wachten tot we een soort van groen licht krijgen op de computer. En dan is het dus of goed of niet goed. En als het niet goed is, dan kunnen we weer terug de werkplaats zien. Maar ja, dan moeten we dus aan gaan passen. Dus voor nu, we gaan de snelweg op. Daar kunnen we natuurlijk een paar dingen testen. En dan hoop ik dat alles goed is. Nou, zoals jullie kunnen zien, we zijn weer terug. Alles was topconditie. En nu is het natuurlijk tijd voor de eindcontrole. En de eindcontrole, dat is eigenlijk hetgene waar Van Mossel in mijn ogen zo in uitblinkt. En ik heb het ook tot de dag van vandaag nog niet eerder gezien bij andere bedrijven. Maar de eindcontrole is dus eigenlijk gewoon het zeker zijn dat de auto veilig op weg gaat. Bandenspanning, dat de wielbouten, dat alles gewoon goed vast zit, dat de systemen goed werken. En dat gaan we dus samen met dit unieke programma doen. Ik ga het proberen, ik heb het nog niet eerder gedaan. En we gaan gewoon zien hoe makkelijk en hoe goed we er vanaf komen. Normaal gesproken ziet dit systeem aan de hand van het kenteken om welke auto of welk model het gaat en hoeveel newtonmeter we nodig hebben om de wielbout op de juiste manier aan te trekken. Hier ging het om een grijs kenteken, dus moesten we alles zelf invoeren. Dit eenmaal gedaan was het tijd om de wielbout aan te trekken en we beginnen hier links achter. We beginnen weer bij de middelste. Ja, dan is er natuurlijk ook de kunst om zo dicht mogelijk bij die 145 te komen. Het mooie van het systeem boven mij is dat we meteen zien wat de volgende stap is. We hebben alle wielbouten op het juiste moment aangetrokken. En nu is het meteen tijd voor de bandenspanning. Op het scherm zien we dat voor 2,4 nodig heeft, achter 2,7. Dus dat gaan we nu snel doen. Alles zit er weer op, de zwarte dopjes moeten nog op de wielbouten, maar wij zijn klaar voor de volgende stap. En dat is waarschijnlijk controleren of je de verlichtingen doet en of alles goed slijt. De eerste stap hier is dus het controleren van de verlichting en of het motorkapslot goed aansluit, goed dicht gaat. En dat is natuurlijk wel spannend, want dat is ook wat we hebben
vervangen. Nou, gaat inmiddels een mooie soepel open. De verlichting die doet het zoals je kan zien. Goed zo. Het is wel mooi dit, moet ik zeggen hoor. Het systeem werkt echt super. We hebben deze dus gedaan. De sloten allemaal nagekeken. Nu is het weer tijd voor de volgende stap. Verder dus heel mooi en makkelijk is. In plaats van dat je dus rondom de hele auto zou moeten lopen, hebben ze gewoon camera's rondom de auto geplaatst. Zodat je goed kan kijken op een scherm of alles gewoon klopt. En dat bespaart dus ook weer ook veel tijd. Dit is gewoon een kwestie van vinkjes zetten, denk ik. Hè? Ja. Dus die hebben we natuurlijk gedaan. Die is goed. De bandenspanning, die hebben we ook gecontroleerd. Dus die is ook goed. De verlichting buitenzijde, die werkte ook allemaal. Motorkap, die ging soepel open en makkelijk dicht. Hebben ze wel gedaan. Dan gaan alle ramen open en dicht. Die klopt. Ook alle sloten controleren of ze op slot gaan. Die gaat mooi automatisch dicht. Keyless entry. Werkt ook. Hoppa. Die werken. De naden van de deuren en de schermen zien er ook top uit. De lakstand, stof, lopers, kleurverschil is er niet. Dus dat is ook mooi. Trekhaak, stekkerdoos was ook goed. De volgende stap is om de parkeersensoren na te kijken. Daarvoor moet de auto natuurlijk aanzetten. Zet de auto aan. Hij gaat gelukkig aan, dat scheelt ook natuurlijk. En dan zet hem eens achteruit. En dan zie ik inderdaad, kijk eens, dit werkt goed. 360 graden camera werkt. Van deze deur is open. Dus ja, dit gaat ook allemaal nu werken. Accupolen. Bevestiging dat de accupolen op de juiste plek zitten. Ruitwissel, vloeistof en sproeinstallatie, die werkt. Koelvloeistof, niveau en lekkage. Dat is ook dik in orde. En we hebben natuurlijk al proef gereden. Vinkje en klaar. Nou, het laatste wat we moesten doen, alle zwarte dopjes op de wielbouten, dat hebben we ook georganiseerd. Dopje van inderdaad luchtventielen zitten er ook voor op. En het mooie hiervan is dus dat alles wat we net hebben gedaan is gefilmd. Zoals voor dus inderdaad de luchtdrukmeter, of tenminste hoeveel luchtdruk natuurlijk in de band gaat. Daar hangt ook een camera boven. Het wordt allemaal opgeslagen aan het kenteken. Dus op het moment dat iemand hier naar buiten zou rijden, dan wordt er al een seintje gegeven van oké, die auto is eigenlijk gecontroleerd. Hij heeft geen eindcontrole gehad. Dan gaat er meteen een bel af. Daar krijgen we een mailtje van. Die auto is buiten het pand, buiten het terrein. Hij heeft geen eindcontrole gehad, dus die moet terugkomen. En op het moment dat hij dus een eindcontrole heeft gehad en er zou wat gebeuren, dan hebben wij alles vastgelegd. Van de wielbout staat er goed vast, de bandenspanning was op orde. En alles wat wij hebben gecheckt, klopt ook. Dus daar hebben we geen discussies meer. En zo staan we weer buiten voor het pand en zeg ik, job done. Ik vond het echt een waanzinnig proces. En ik heb nu zwaar een beetje, een heel klein beetje het idee dat ik weet wat ik een beetje kan en doe in een werkplaats. Ik vond het echt normaal heel erg gaaf en ik ben Van Mossel en Flexvak daar onwijs dankbaar voor dat ik dit heb mogen meemaken en dat het meteen zo'n groot en spectaculair proces was. Laat vooral in de reacties weten wat jullie van deze serie vonden, welke auto we wellicht in de toekomst moeten gaan herstellen, wat zou je kopen met schade en wat zou je vet vinden om te herstellen. Laat weten in de reacties. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren en dan zie ik jullie weer heel erg snel. Hoi!